Welkom bij deze bijzondere uitzending van NH, hier vanuit Etensheim bij Molen de Breek. We gaan het vandaag hebben over Noord-Hollandse wijnen, want geloof het of niet, er komen hier steeds meer wijngaarden bij. We gaan het erover hebben en we gaan het proeven. En dat laatste, dat lukt me wel, dat train ik al jaren op. Maar er echt iets zinnigs over zeggen, dat wat minder. En daarom heb ik een gast uitgenodigd vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jelmer. Milton. Jij bent de wijnkenner van vandaag. Zeker. Jij bent een sommelier en wijndeskundige. Noord-Hollandse wijn, wat zeg je dan? Spannend, okay. Nieuw en hopelijk ook heel lekker. Waarom is het spannend? Het is spannend omdat ik ten eerste Noord-Hollandse wijn helemaal niet zo goed ken. En ten tweede zijn er plekken in Noord-Holland waar ik nog nooit ben geweest. En waar ik nu dan de wijnen van ga proeven. Van druivenrassen die we eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En wat voor druivenrassen zijn dat dan? Ja, Johanniter, okay. En Solaris. Nog nooit van gehoord? Nog nooit van gehoord? Nee. Het zouden gewoon honden kunnen zijn bij jou in de buurt of zo, toch? Ja, precies. Maar in dit geval zijn het dus druivenrassen. En zijn druivenrassen die eigenlijk zijn gecreëerd om wijnen van te maken. Speciaal voor dit Nederlands of Noord-Hollandse klimaat. Het lastige klimaat. Want het klimaat is lastig omdat het natuurlijk vochtig is. Dat hebben we allemaal gemerkt dit jaar. En die druivenrassen die hebben wat minder zonuren hier in Nederland. Dus die zijn wat eerder, het is nodig dat ze eerder rijp zijn. Oké, we gaan proeven. Wijnproeven, hoe moet je dat doen? Oké, dit zijn een paar stappen die je moet nemen. Dus ten eerste moet je kijken naar het glas en kijken naar de wijn. Want de wijn heeft bijvoorbeeld een donkere kleur, dan heeft bijvoorbeeld hout gehad of een lichte kleur. Dan zijn er weer andere dingen gebeurd. Dan vervolgens ga je ruiken, okay. Zonder te walsen. Dus eerst gewoon ruiken. Daarna ga je walsen, deze moet je maken. Ja. En dan komt er wat meer aroma vrij. Dan ga je een slok nemen. En bij het slok nemen, bij het drinken, moet je een beetje lucht naar binnen zuigen. En dan krijg je nog meer aroma's en smaken naar binnen. Oké, dat gaan we straks doen. Maar we beginnen bij het begin en dat is de grond. Want om wijn te verbouwen heb je de perfecte omstandigheden nodig. En onze verslaggever Stefan Roest die is op pad gegaan om te kijken hoe dat precies zit. Wat is nou belangrijker? Bodem of de boer? De boer is het allerbelangrijkste. Je hoort altijd zeggen, bij ons aan de Moezel hebben we dit en dit. En in de Champagne hebben we mijn zus en mijn zo. Terwaar, meneer. Ja, terwaar, grond. Het werk wat de boer doet, de keus van zijn rassen, het werk wat hij aan de loon van doet, is het allerbelangrijkste. Plus het weer. Het weer speelt ook, dat zien we dit jaar weer, een hele belangrijke rol. Als je hier dingen fout doet, heeft invloed op de kwaliteit van de wijn. Waagt u aan een voorspelling dit wijnjaar? Dit wijnjaar? Ja, die... Ik denk dat het hier nog aan meevalt. We hebben ontzettend fanatieke vrijwilligers. Ik denk, die maken er nog wel iets van. Maar goed, landelijk, ik ben ook landelijk actief. Dan hoor je toch opbrengsten van een kwart tot 40% van de normale opbrengst. Ja. Dat is hoeveelheid. Maar zegt dat ook iets over de kwaliteit van de wijn? Ja, nee, de kwaliteit wordt eigenlijk voornamelijk bepaald in augustus, september. Okay. Als dat mooie maanden zijn, dan vindt eigenlijk de rijping plaats. En rijping is smaakvorming. Ja, dat is uiteindelijk de kwaliteit van de wijn. Dus u ligt veel op uw knietjes te bidden tot wie het horen wil op een mooie nazomer? Dat doet meestal de wijnboer hier. Die doet dat. Ik ben niet de wijnboer. Maar een schietgebedje kan er nog wel af, toch? Ja, daar ben ik niet zo. Ik ben nuchter daarin. We gaan beginnen met proeven. Voor onze neus staan 6 Noord-Hollandse wijnen. Maar allereerst is het nog wel even belangrijk om te zeggen dat het geen wedstrijd is. We gaan dus vandaag geen winnaar bekendmaken. Het is puur alleen even proeven. En de eerste, dat is van Wijngaard Koopman. Jij bent onze chef wijn vandaag. Jij mag het allemaal inschenken. Dus aan jou de eer. Even kurkje eruit. Ja, dit is een wijn dus uit de buurt van Schagen. Het heet Waarland. Oké. En zeg maar tussen Schagen en Alkmaar. En het is gemaakt van Johanniter, Solaris en er zit een beetje Metzling in. En dat is echt die Noord-Hollandse druif, hè? Dat zijn die druivenrassen die we vaak zien in Noord-Holland, maar ook in de rest van Nederland komen die voor. Maar laten we proberen. Oké. Moet je nog één keer mee meenemen of met het proeven? Ik neem je mee. Dus wat je doet is, je kijkt eerst naar de kleur. Ja. Nou, deze kleur is wel heel erg licht, hè? Niet veel geel, prachtige kleur. En dan ga je eerst gewoon ruiken. En als je je neus een beetje aan de zijkant doet, dan ruik je het meeste. Hij ruikt best een beetje zuur. Ja, het heeft een beetje,
Ja, een beetje die frisheid. Het heeft een beetje dat citrusachtige geur. Hè? Klopt. Denk maar aan limoen of citroen, dat heb je er een beetje in. Ik vind een beetje, misschien een beetje persikachtig. Moet ik wel heel dat ver ruiken hoor, voor persik. Oké, nou. En dan ga je walsen. Ja. En als je gaat walsen, dan ga je weer ruiken. Oké. En dan merk je dat je nog meer geuren krijgt. Klopt. Ruik je nu iets anders? Misschien wel iets zoeter, kan iets dat? Iets zoeter, hè? Ja. Ja dat rook ik net al een beetje, dat persikachtige, zoetige rook ik al een beetje. Nou, laten we proeven. Voor jou de eerste reactie. Het is fris. Ja. Het is zilt. Ik denk echt dat het dat een beetje dat, die citrusachtige zure. Als ik aan deze wijn denk, dan denk ik meteen aan zon, terrasje, kleine hapjes. Absoluut. Lekker als aperitief. Ja, en niet echt bij een groot stuk vlees. Nee, hè? Nee zeker niet. Nee. Ook niet bij een klein stuk vlees. Gewoon lekker bij een borrelhap. Bij een borrelhapje of bij een lekker rauwe vis. Daar zou ik het, zou ik het bij doen. Nou, hij is inderdaad lekker fris. Ja, toch? Voordat ik de hele fles leeg drink, is het misschien ook goed als we alvast doorgaan naar nummer 2. Nummer 2, zeker. Nummer 2 is zonnestraal. Oké. En je ziet het prachtig, het is cuvée prestige zonnestraal. Wat is cuvée prestige? Wat betekent dat? Ja, ik denk dat het een prestige cuvée is. Ik heb geen idee. Dat is de naam van de wijn. Oh, dat is niet van de druif? Nee, het is niet van de druif. Oh, niet van de druif. Oké. Nee. De druivenrassen zijn Johanniter, Solaris, Souvenir Gris en Riesling. Oh, Riesling? Dat is Riesling een ken je? Dat is een Duitse druif. Dat is een Duitse druif, ja. En wat interessant is dat Johanniter bijvoorbeeld, daar zit eigenlijk in de DNA zit ook al een beetje Riesling. Want is dat ook zo? Hebben we een beetje afgekeken van de Duitsers? Mag ik dat zo zeggen? Nou, we hebben in ieder geval afgekeken van die Duitse druivenrassen. We hebben verschillende druivenrassen hebben we gepakt en die hebben we gekruist met andere druivensoorten. En daardoor zijn er nieuwe druiven gekomen. Nou, kom maar op met die volgende. Ja, dit slokje moet je wel even... Ja, we moeten het even naar binnen werken. Oké. Okay. Zonnestraal. Ik denk dat dit al totaal anders is. De kleur is al ietsje donkerder, zie je? Ja, ik zie het. En nou... Oké, dus eerst kijken. Eens kijken en dan ruiken. Eerst ruiken. Oh, hij ruikt heel anders. Mega verschil, hè? Heel veel zoeter. Veel zoeter, veel rijper, veel rijker. Ja, dat is echt zo. En dan nog even walsen, hè? Dan ruikt meer. Heerlijke geur. Hij ruikt heerlijk. En als je denkt aan Riesling... Dat ruik je duidelijk, hè? Maar je ruikt ook een beetje Chardonnay. Mag ik dat zeggen? Mag je zeggen, ik ben het niet met je eens. Oh, oké. Okay. Helaas. Is het... Het proeft bijna zoet. Als een zoete witte wijn. Ja. Maar dat is het niet, denk ik. Ja, maar als je denkt aan zoet, denk aan limonade, denk aan suiker, denk aan appeltaart. Dat proef je hier niet in. Wat je proeft is eigenlijk... Rijp. Dus niet restsuiker, als dit echt suiker. Maar wat je proeft is dat, zeg maar, een rijp stukje fruit. Het heeft dat zachte, latent zoete, maar echt zoet, ja, dat is het niet. Nee, maar in vergelijking met die eerste wel... Is het veel rijper. Ja, we noemen dat eigenlijk rijper. Rijper. Ja. Okay. En het heeft tegelijkertijd ook wel een beetje ziltigheid, het heeft zuren, het heeft iets van sappigheid. En merk je dat je in je mondstructuur dat er een beetje... Samen trekken. Exact. Op een positieve manier. Op een positieve manier. Ja, toch? Zeker. Want het is een beetje ziltig en het heeft en sap en zuren. Ik denk dat het heel lekker is. Onze verslaggever Stefan Roest die is langs twee van deze wijngaarden gegaan om zich te verdiepen in de bodem. Zeg maar, de tuinders hier in dit gebied die weten donders goed dat tot de langste dag heb je hier minder regen. En na de langste dag meer regen. Dat zit gewoon in de zee. Als de zee nog koud is, dan heb je daar wat minder last van buien. En in het najaar is natuurlijk de zee in verhouding warm. En dan krijg je hier wat meer buien dan in de rest van het land. Ik zet mijn druiven natuurlijk gewoon hier in de vette klei. Grond is ook vrij zwaar. Heel veel kalk. pH is 7,5. En als je dus een beetje een steek geeft, dan zitten er heel vaak nog wat resten van schelpen in. Allemaal gaatjes erin van de wormen. En hier zie je dus zo'n stukje kalk. Het is een schelpie? Dat is een stukje van de schelpie, ja. Wat voor invloed heeft de zee? Ja, de zee heeft invloed op temperatuur natuurlijk. We zitten hier een kilometer of 6, 7 van de zee.
Dus het is hier zeg maar wat gelijkmatiger qua temperatuur. Als het in het zuiden of het oosten van het land 30 graden is, dan zit je hier nog maar op 3,24. En dat is in de winter weer andersom. Hier vriest het minder snel dan in Winterswijk. Dus die invloed heb je wel degelijk. Zo diep als je gaat, alleen maar zand. En dat geeft een... Dat is eigenlijk wel goed voor de druif. Je ziet dat dit donker zand is. Humushoudend zand. Is dit fijne druivengrond? Het is goede druivengrond. Dus de rassen die we hier hebben, dus Solaris, de Johanniter, Cabernet Noir en de Sauvignon Gris. Dat zijn die hybride druiven die het hier prima naar hun zin hebben. Je hebt hier wel veel bomen. Ja, en dat is een voordeel en een nadeel. Het nadeel is dat die bomen dus relatief dicht op de druiven staan. En je ziet dat die eerste rijen die dicht bij de bomen zijn er ook wel last van hebben. Wat ook een nadeel is dat de wind wat minder zijn gang kan gaan. De afgelopen jaren waren wat dat betreft heel goed. Maar met deze hoeveelheid regen hebben we nu wat meer behoefte aan wind. Is het leuk om hier met wijn bezig te zijn? Het is heel leuk om hier met wijn bezig te zijn, ja. Het is een ontzettende verrassing voor mensen dat er een wijngaard is hier in Loosrecht. Voor het Gooi überhaupt. En dat maakt het leuk. Nou, onze verslaggever, we zagen net, die is bij Wijndomein de Koen geweest. Dat is deze. Laten Zeker. We maar gelijk gaan proeven dan. Ik ben wel nieuwsgierig. Hier hebben we een schroefdop. Kijk, makkelijker. Dus dat is makkelijker. Kijk eens. Dankjewel. En dit is Solaris. En er zit ook wat muscaris in en Sauvignon Gris. Oh. En dan ga je ruiken. Ja, dat ruik ik meteen. Ja, echt hè? Ja. Dat is die muscat. Oh, dat ruikt lekker. Of muscaris is eigenlijk de familie van de druivenras muscat en dat knalt het glas uit. Oh, nou. Heel floraal. Het ruikt heerlijk. Heerlijke geur. Zo. Dat is wel, ja, heel veel smaak. Een hele bloemencorso die er voorbij komt, ja, toch? Zo proeft het echt. Sappig, een beetje de perige, het heeft weer een beetje dat persik, het heeft zure, het heeft het heerlijke citrus, het is prikkelend. En muscaris, dan denk ik aan muskaat, notig misschien, klopt dat? Ja, dat heeft vaak een beetje iets notigs en iets ziltigs, maar ook dus ook het enorme bloemige karakter. Heerlijk. Ja. Dan hebben we er nog één in petto, dat is van Abel. Ja, Abel. Dit is... Van wijngaard Zwiers. Van Zwiers. En dit is dus de oudste wijngaard van Noord-Holland. En het is een wijn gemaakt van 100% Solaris. En je ziet er aan de kleur al. Dit heeft een klein beetje hout gehad. Licht houtrijping. Omdat hij wat geler is. Omdat hij wat geler is, ja. Dat komt dus door die houtrijping. Nou. Je proeft dat. Je proeft echt dat hij voller is daardoor. Ja, vol, een beetje zachte zuren, rijp, best wel wat kracht. Heel speciaal, hè? Heel erg heel speciaal. Anders. Heel anders. En we proeven nu al de enorme diversiteit van de verschillende wijnen. Ja, want van de oudste wijngaard, dat is dus deze, gaan we ook naar de jongste wijngaard. Want de jongens, dat is de jongste wijngaard van Noord-Holland, die willen in 2027 hun eerste flessen schenken. En onze verslaggever ging er langs. In Opdam vind je wijngaard De Jongens. Een idee dat ontstond op een verjaardagsfeest tijdens een gesprek over cadeaus. Dus op leek mij nou of ik bestel 100 flessen wijn. Ik druk een etiket met gefeliciteerd erop. Die plak ik op die flessen wijn. En voor de volgende 99e verjaardag weet ik wat ik moet geven. Dus ik vertel dat aan Mike. En Mike had ook al een paar bakjes op. Dus die zegt, ik heb nog een veel beter idee. We beginnen een eigen wijngaard. Maar zo makkelijk als het klinkt, is het natuurlijk niet. Er komt nogal wat bij kijken. Bij de schimmeldruk blijft het redelijk in toom. Tenminste, ik zie niet echt mega gekke dingen. Want waar de een horeca-achtergrond heeft en de ander in de verkoop, is het agrarische leven nieuw voor ze. We zijn dieven aan het verwijderen. Ik zei net toevallig nog tegen Jelmer, 2-3 jaar geleden wisten we nog niet eens wat een dief was. En nu weten we ze moeiteloos te vinden en weg te halen. Aan de ambitie ligt het niet. De wijngaard heeft 1000 stokken. Goed voor zo'n 1000 tot 2000 flessen met 2 soorten witte en 2 soorten rode wijn. Maar wie naar de lengte van de planten kijkt, beseft ook gelijk, dit heeft nog wel wat tijd nodig. We zijn al even onderweg, ja. Waarschijnlijk. En daar heeft dit jaar ook weer wat mee te maken. Dus we lopen wat achterstand op wat dat betreft. Dat kan je haasten en dan, dat kan, dan heb je eerder wijn. Maar wij willen het eigenlijk goed doen.
Dus dat betekent dat we er iets meer tijd voor nemen. 2026 zullen we echt de eerste oogst hebben, mocht het allemaal meezitten. Maar als alles goed gaat, dan hebben we in 2027 onze eerste fles. Ja. We gaan van de jongste wijngaard weer naar een iets oudere, uit 2006. Dat is wijngaard Zaalhof. Dat is deze wijn. Aan jou de eer om ons weer lekker bij te schenken. Zeker, zeker. Dit is dus een wijn uit... Bochum, toch? Bochum, ja. Vlakbij Hoorn. Ja, klopt. Ligt dat. En het is gemaakt van een druifras Johanniter. Een druifras die we heel veel zien in Nederland en zeker ook in Noord-Holland. Nou. Daar gaan we weer. Ja. Ik moet even goed concentreren. Ja, en als mensen het gevoel hebben dat ze geen idee hebben wat voor smaken er zijn en wat ze kunnen verwachten. We kunnen echt alles verwachten in Noord-Holland qua smaken. En waar komt dat dan door? Ja, verschillende wijngaarden, verschillende ondergronden, verschillende druivenrassen en verschillende technieken, vinificatietechnieken in heel Noord-Holland. En dat maakt het heel spannend. Oké, okay. Deze ruit wat minder sterk op de eerste neus. Ja, ja. Oh, maar het proeft niet minder sterk. Mm. Zo. Dat is een goede. Veel smaak, hè? Heel veel smaak. Veel smaak, veel concentratie, heel veel spanning. Kijk, bij een wijn ben je altijd op zoek naar spanning en balans. Dus aan de ene kant moet er balans zijn in zuren, in concentratie, in fruit. En tegelijkertijd wil je wel steeds weer iets anders proeven als je een slok neemt. Ja. Ik denk deze wijn daar heel goed aan voldoet. En waar zou je dit met combineren qua eten? Ja, ik denk dat dit sowieso heel goed te combineren is met wat frisse salades. Maar bijvoorbeeld, stel voor je haalt een keertje een mandje oesters. Oh. Van Texel, ik zeg maar wat. Lekker, heerlijk. Dan is dit heel lekker daarbij. Ja, absoluut, heerlijk. Absoluut. Ja. Ik zie hem gelijk zitten. Ja, hij proeft echt heel erg goed. En dit was ook alweer de vijfde wijn. Ja. We zijn gewoon bijna aanbeland aan onze allerlaatste. Zeker. Die komt van Wijngaard Noordland. Ik ga door deze eventjes heel... Wijngaard Noordland. Er staat ook een molen op het etiket. Kijk, we zitten kijk. In West-Friesland. En een fruitige, droge witte wijn staat hier op het etiket. Nou, het is weer makkelijk om te zien. Ons even te bepalen of dat ook waar is. Ja, zeker. Zeker. Oeh, hij ruikt wel echt gelijk fris. Echt, hè? Ja. Hele frisse, lichte geur. Het zit echt wel meer weer in de frisheid. Misschien ruik je hier ook in een beetje dat... Ja, bijna dat... Dat peer-achtige, hè? Dat lichte peer. Ja, inderdaad. Ruik je dat? Het is wel, dit is ook niet iets wat je zou eten bij een heel sterk vleesgerecht. Nee. Echt een... Maar ik denk dat de meeste wijnen die in Noord-Holland worden gemaakt voor lichte gerechten zijn en als aperitief. Ja. Kunnen we dat ook een beetje concluderen? Deze is trouwens ook heerlijk. Ik vind wel dat we, als we even overal kijken naar de afgelopen 6 wijnen, ik vind het niet slecht. Het is ook niet slecht. Ik denk dat we het heel goed doen. Ik denk dat er ruimte voor verbetering is. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te beseffen wat en wanneer je wat je met die wijnen gaat doen en wanneer je het gaat drinken. Dus als je denkt aan dit weer, wat we natuurlijk heel vaak hebben hier in Noord-Holland. En je denkt aan een lekkere borrelhapje en frisse wijnen. Ik denk dat deze wijnen daar allemaal heel erg goed bij passen. Hoe zie jij de toekomst van Noord-Holland wijnland? Nou, ik denk deze mensen die deze wijnen maken, zijn allemaal mensen die ontzettend gepassioneerd zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En we moeten een beetje geduld hebben. En we moeten, en geduld bedoel ik mee met het klimaat. We moeten geduld hebben met de kwaliteit die langzaam verbetert. En onze verwachtingspatronen moeten niet te hoog zijn. Maar zeker niet te laag. Want nee, dit is gewoon heel lekker. Als ik dit proef, dan denk ik dat we een goede toekomst tegemoet gaan. Zeker, dat denk ik ook. Een hele goede toekomst. We hebben 6 flessen geopend. Dat betekent ook dat die alle 6 nog op moeten. Wij gaan hier nog eventjes gewoon door met drinken. Hier op deze prachtige locatie. Ik zeg proost. Hartstikke bedankt voor vandaag, voor het proeven. Dankjewel. En ik denk dat bij de eerstvolgende wijnen kom ik gewoon weer even aan je jasje trekken. Doe maar. Proost. Mmm.